Het lijkt erop dat Albert Verlinde met het uitschelden van Cornald Maas voor zure oude homo voor inspiratie heeft gezorgd bij Johan Derksen. De Vandaagenside-ster neemt nu zijn eigen krukgast Aaron Bade, die hij zelf overigens Aaron Bade noemt, te grazen door hem uit te schelden voor een heigerige homo. Met draaiende camera. Johan verscheen dinsdag niet aan tafel bij Vandaagenside, nadat hij daar maandag was weggelopen vanwege een conflict met Wilfred Gené. Het zorgde die dag voor veel belangstelling in Grollo, waar hij de hele dag de deur niet opendeed. De VI-ster bij zijn terugkeer, ik kan me maar beter hier zitten, ergeren dan thuis blijven, want dan heb je de hele dag camerateams bij je voordeur, maar ook bij je achterdeur die dan steeds doosjes sigaren door de brievenbus stoppen in de hoop dat je opendoet. Nou ja, dan staan ze met draaiende camera en krijg je zo'n heigerige homo, hè? Eh, uh, wie bedoelt hij daarmee? Wilfred genee vraagt het voor de zekerheid. Aaron? Aaron. Johan, Aaron. Ja, ja. Wilfred, maar goed, je bent er weer. Johan, ja, ik miste je zo. Ik denk, ik moet terug. Wilfred, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Moet ik nog even gaan zingen? Hahaha. Ha, ha, ha. Hiermee verwijst Wilfred naar zijn kroegliedje waar Johan een hekel aan heeft. Johan, heb jij een leuk liedje dan? Wilfred, nou je het zo zegt, inderdaad, ja. Ik kan het je straks nog wel even laten horen. Johan, cynisch, heb je er ook mokken bij? Wilfred, ja, en ik heb ook een mok voor jou geregeld. Dat wist je, hè? Johan, ja, die heb ik maar niet gebruikt.